Het is het voorjaar van 1999 en Dirk Kuyt draagt een Amsterdammer door de galgen waard. Michael Mols vertrekt uit Utrecht om in Schotland te gaan voetballen. Ik weet het natuurlijk niet helemaal zeker, maar ik vermoed dat de Michael Mols van Utrecht een van die uiterst zeldzame voetballers was die door iedereen, door iedere liefhebber, waar ook te landen, jong of oud of fan van een concurrerende vereniging, toch begrepen en bewonderd werd. Dat komt, denk ik, door zijn spel, waarin effectiviteit en artisticiteit samenkwamen, zoals hij ook precies hard genoeg werkte om niet nonchalant genoemd te hoeven worden. De Mols van Utrecht kon ballen bergkampiaans doodmaken en ze vervolgens afmaken als Van Nistelrooy. Droog, cool. Schitterend, alleen de aanname al. Praat ik nog niet eens over het doelpunt. En hij had die driftige draai, die halve pirouette die van voorstoppers olietankers maakte. En doet dat buitengewoon knap. Veel mensen vergeten dat Michael Mols niet altijd de Michael Mols van Utrecht was. Dat er ook een Mols van Ajax was. Een beetje een zenuwachtige jongen die zich snel liet afbluffen. En een Mols van Cambuur, een vriendelijke mid voor in de marge. En een Mols in Enschede, waar hij zich zo weinig toonde dat ze zich beklaagden dat ze zijn transfersom niet in het Twentekanaal hadden gesmeten. Dan hadden ze tenminste nog kringen gezien. Oh, Mols! Maar zijn linker doet niet helemaal mee. De Mols van Glasgow speelde Champions League, raakte ernstig geblesseerd en werd een legend, te midden van De Boer, Numan en Van Bronckhorst. Op Ibrox namen ze zelfs het liedje over dat ze in Utrecht ooit over hun Mols hadden verzonnen. He's Mikey, Mikey Mols. He gets the ball and scores a goal. Mikey, Mikey Mols. Een filosofische Utrecht-fan vroeg zich ooit af of Mols te klonen viel. Daar was het 20 jaar geleden nog net wat te vroeg voor. Misschien kan het binnenkort. Als we snel beginnen, dan zijn we nog net op tijd. En krijgt eindelijk elke club en elke supporter zijn eigen Mols van FC Utrecht.